Welkom bij een cursus in wonderen, werkboek les 143. Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God. Herhaling les 125. In stilte ontvang ik vandaag Gods woord. Les 126. Al wat ik geef is aan mijzelf gegeven. Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God. Door diep de stilte in te gaan, maak jij contact met je hogere zelf, jouw spirit, de lichtwereld, de bron, God, Moeder Aarde. Jij hebt zoveel wijsheid in jou. Jij staat in verbinding met alle informatie die er is. Het staat allemaal tot jouw beschikking. En door diep de stilte in te gaan en je open te stellen voor al die mogelijkheden, kom je daarmee in contact. En kun je elke vraag stellen waar jij antwoord op wilt. Want in het kwantumveld is er altijd een antwoord op jouw vraag beschikbaar. En het antwoord kan uit de benedenwereld komen, uit de middenwereld, uit de bovenwereld. Van krachtdieren, van elementen, van windrichtingen. Maar ook krijg je antwoorden in alledaagse informatie door iets wat je schijnbaar toevallig leest of wat je hoort op de radio of wat iemand tegen je zegt of een woord of een stukje van een zin waarin eens je oog opvalt, wat je aandacht trekt. Je krijgt altijd antwoorden op je vragen. Als je stil durft te zijn, open staat voor alles wat er is. Elke ingeving duurt slechts 3 tot maximaal 5 seconden en daarna is er alweer een gedachte. Of het ego heeft daar commentaar op. Die eerste ingevingen, die zijn heel belangrijk en die hoor je alleen door stil te zijn. Door je oordelen los te laten. Dus oefen jezelf om stil te zijn. Dat is het grootste geschenk wat je aan jezelf kunt geven. En alles wat je geeft, alles wat je deelt, aan liefde, vreugde, vrede, dat is tegelijkertijd aan jezelf geven. Wat jij uitzendt, komt 1000-voudig bij je terug. Dat is de universele wet van het kwantumveld. Het is de wet van resonantie. Dat alles wat hetzelfde trilt met elkaar resoneert, elkaar aantrekt. Hoe meer liefde, vrede, vreugde jij deelt met de wereld, hoe meer je dat zult terugontvangen. En daarom is alles wat je geeft aan jezelf gegeven. En daarom is geven en ontvangen hetzelfde. En op het moment dat je liefde, vreugde, vrede deelt, kan het alleen maar meer worden. Dus deel jouw gaven met de wereld om je heen, met de mensen om je heen. Want daarmee creëren wij een nieuwe aarde van liefde, vrede, vreugde en verbinding. En met geven wordt niet weggeven bedoeld. Geven is het delen wat jij hebt in overvloed. Zonder verwachtingen, zonder oordelen. En dan gaat het ook nooit ten koste van jou. En dat is een belangrijk verschil.
Je deelt en je geeft niet omdat je daar iets voor terug verwacht. Want dan geef je niet onvoorwaardelijk. En vreugde, liefde, vrede is nooit op. Het is oneindig en in overvloed aanwezig. Jouw gaven en jouw talenten zijn nooit op, omdat je ze steeds weer opnieuw kunt herhalen en delen. Het gaat nooit ten koste van jou. Als geven ten koste van jou gaat, is het niet werkelijk geven. Dan is het geven ook meestal gebaseerd op angst en niet op liefde. En het is belangrijk om daar onderscheid in te maken. Op het moment dat geven jouw energie kost, of het gaat ten koste van jou, dan is het geven vanuit het ego. En dan is geven gebaseerd op angst en tekort. Maar deel je en geef je vanuit je hart, dan wordt het alleen maar meer. En je voelt dit onderscheid in je lichaam. Want op het moment dat je deelt vanuit je hart, word je daar zelf ook blij van. Krijg je er energie van. En als je geeft uit angst, dan vernauw je. En dat voelt helemaal niet fijn. Dus zo maak jij het onderscheid. Dus voel in je lichaam of jij geeft en deelt vanuit overvloed of dat je geeft en deelt vanuit angst en tekort. Of omdat je er iets voor terug verwacht. En wees daarin volstrekt eerlijk naar jezelf. Want dat is de enige weg naar verlichting. Niet om jezelf te veroordelen. Gewoon eerlijk zijn en je kunt in elk moment opnieuw een keuze maken.